Welkom bij weer een nieuwe vlog en welkom in Abu Dhabi. Dus ik moet mee sporten. Mm-hmm. We hebben ontbeten en nu gaan we sporten. Goed hoor. Zo, nog een uurtje, dan zijn we er klaar mee. We zijn weer terug op de kamer na een heerlijk dagje aan het zwembad, lekker luieren. Middagje moet ik zeggen, een paar uurtjes. En we zijn nu even terug op de kamer omdat we allebei nog een klein beetje moesten werken. Dus ik ga nu bijvoorbeeld mijn vlog uploaden. Althans, ik moet de beelden nog eventjes op de computer zetten. En dat kan wel eventjes duren. En dan gaan we daarna gaan we ons klaarmaken om uit eten te gaan. Hier in de buurt naast het resort er zitten drie toprestaurants. En we gaan ze alle drie uitproberen. Date night! Bon appétit, schatje. Oké, dus dit is het plan. Ik ga Nick inmaken met squashen. Ik heb hem sowieso keihard ingemaakt. Dat doe ik gewoon. Misschien heeft het er iets mee te maken dat ik van die ongelofelijke kutballen sla als hij heel hard op mijn backhand mikt. Maar ben ik goed of ben ik goed? Eerlijk zeggen. Ik kan het wel. Zie je? Ik er wel zwaar mee. Hoe voelt het nou om te verliezen van een meisje? Ja, verliezen. Kom maar. Oh, ik kan niet meer. Ik heb echt bladen op mijn voeten. Maar wie gaat er dan ook sporten op Valentino's? Oh, is het zo zeer? En ik ben helemaal rauw. Gaan we naar het strand of naar het zwembad? Nou? Waar het zon schijnt. Oké, let's see. Allebei, denk ik. Sowieso de grote. Ik denk dat dat jou ook zo goed zou staan, schat. Zo'n witte jurk. Oh, dat is een ander zwembad. Een mooi plekje voor ons vandaag. Met uitzicht op het golfcourt en hierachter is de zee. Knappe man. When life gives you lemons, you make juice. Dit is dus verse citroensap. Met niks anders erin, geen suiker en water. Dus het is heel zuur, maar dat is ook heel goed voor je. Met je verse kokosnoot. Lekker, hè? Als dat je grootste probleem is, die vlieg? Ja, dat is mijn ene grootste probleem. Je ene grootste probleem? Vertel. Dat ik gewoon nog aan het werk ben. Ja, maar kijk naar je werkplek. Ja, het is wel een topwerkplek. Vaker.
nog even naar het strand. Genieten. Kijk hoe turquoise de zee is. En het is 5 uur. De zon gaat nu bijna onder. En we zijn terug in de hotelkamer. En ik wil jullie even dit laten zien. Nou, Nick, die heeft nog steeds zijn koffer niet uitgepakt. Standaard. Maar ik, uiteraard wel. Dus alles hangt hier helemaal netjes in de kast. Dus dit heb ik allemaal mee voor een weekje. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus ik heb verschillende paar George Vies schoenen mee. Deze zijn trouwens van de aankomende 21 collection. Kijk hoe mooi, rood met roze. De Brandy Glitter Heels. In het blauw met zwart. En die in het goud met wit van de Party Collection. En deze see-through heels van Ego. Fletjes van de Zara in blue velvet. Mijn slippertjes, slofjes. En dit zijn alle mijn George V. Beach robes en strandjurken. Wat topjes. Uiteraard ook jurkjes voor New Year's Eve. Om uit te kiezen van de Party Collectie van George V. Een glittertje. De Mia Moore dress van George V. Die is altijd goed. Als je nog een mooie little black dress zoekt. Deze is echt perfect. Deze had ik in Londen geshopt. Die heb ik meegenomen. Hier kan dat. Ik heb zelf bedacht met een spijkerrokje eronder. Die er dan een klein beetje onderuit komt. Omdat die best wel een beetje kort voor mij was. Nog een George V. Peach Rope. De Alex dress van George V. Is nog steeds een van mijn favorieten. Een jasje die overal overheen kan. Het is hier namelijk eigenlijk best wel koud, vind ik, in de avond. Overdag 29 graden, maar 's avonds koelt het echt snel af. Ja, en nog een strandoutfitje, een topje met een bijpassende broek. Hier hangt nog een beachrope van George V. Zo fijn deze. En hier nog jasjes. Voor als het 's avonds koud is. Nou, dat is mijn hanggedeelte. Dan heb ik hier nog wat legspulletjes. Oh, dit zijn mijn sportkleren eroverheen gegooid. Zo, de waszakken. Dit ligt hier allemaal. Een paar lekkere topjes. Hele mooie glitterbroek van George V. En een kort rokje van George V. Een kantenrokje. Een kort rokje. En mijn broek die ik aan had in het vliegtuig. Nou, dat is het. We hebben trouwens een onwijs chille badkamer. Hier is dus mijn gedeelte. En daar is die van Nick. Maar ertussen zit dus een hele grote walk-in shower. Zo. En hier zit dan het bad. En dan kijk je zo uit op de tuin. Een mega fijn bed. Met mijn mooie hoed die ik van Nick heb gekregen. Leave a message. Ik ga hem deze trip voor het eerst dragen. Hij is van Eugenia Kim. Zo spreek je dat uit. Het kaartje zit er zelfs nog aan. En daar kan je dus bijvoorbeeld ook je naam op laten borduren. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. En daar ligt een hele lekkere man. Oh, ja, ja, ja. Die kwam bij de kamer. Hoi, jij bent een klein beetje verbrand, hè? Nee, ja, en ik zei nog dat je moest insmeren, maar je was eigenwijs. Ik ben niet verbrand. Je bent hartstikke rood. Nee. Jawel. Ik heb gewoon een lekker kleurtje gekregen. Ja. Dat is heel wat anders. Ja. Mooi rood is niet lelijk. Mm-hmm. En wij zijn weer onderweg naar de gym, want dan gaan we voor de tweede keer sporten vandaag. Ik ga hem weer inmaken, sowieso. Ah ja. Een potje tennissen? We gaan het proberen, kijk eens tennissen. Thank you.
ben kapot. Na het squashen ben ik nog even de sauna ingegaan, de stoomsauna en de normale sauna. En daarna in een ijsbad. Pff, heftig hoor. Oh, heerlijk. Date night 2. Cheers, baby. Een van onze laatste avonden. 2016. De laatste avond. Ja, morgenavond ook nog, maar dan wordt het 2017. Is er iets wat je in 2016 nog wil doen? Wat moet dan morgen gebeuren? Not getting my hopes up. Nee, 2016. Oh, ik zet je echt voor het blok, hè, schatje. Maar wel lief dat je daaraan denkt. Waaraan? Sporten. Daaraan. Nee, 2017 misschien wel, maar... Misschien. Mm-hmm. Waar heb jij het over? Waar heb jij het over? Waar heb je het eigenlijk over? Ja, ik weet het niet. Lekker. Heerlijk gegeten. Beetje veel. En nu oversteken. Terug naar het hotel. Dan gaan we nog even een drankje doen. Cheers, baby. Ja, cheers. Mm. Hij is echt zoet. Wat zit er nou doorheen? Amaretto, vind ik lekker. Carrot. Ook lekker. Ginger ale. Of niet? Ik heb gewoon citroensap met mint. Doe maar een beetje doorheen als dat kan. Zonder suiker, zonder siroop, gewoon pure citroen. Ja, ik vind het te zoet. Ik hou niet zo van de hele zoete. Zo beter? Nou, weet ik niet. Ga ik nu proeven. Prins Aman. En de waterpijp. Dat van Jordanië is het dan toch? Mm-hmm. Vertel eens, hoe kom je eigenlijk aan je achternaam? Schijn. Je lijkt wel een beetje op een prins. Arabisch. Ja, zo met die waterpijp. Shisha. Ja, ik heb wel spierpijn, maar we gaan maar squashen en ik ga uiteraard Nick inmaken. Lekker bezweet. En nu zo het zwembad induiken. Naar het zwembad. Na een pittige squash sessie. En ik heb echt helemaal geen spierpijn. Helemaal niet pittig. Een haai. Hoe zoek jij? Wat wil je eten? Jou. Met of zonder ketchup? Smakelijk. We zijn onderweg naar het feest dat hier wordt georganiseerd door het hotel om Nieuwjaars Eve te vieren. Help me.
wat zeggen in het nieuwe jaar? Even kijken hoor. Nee. Nee. Happy New Year. Gelukkig nieuwjaar. Geen schuiters, je hoorde het net. Je bent niet goed, snik jij. Al mijn wensen zijn al in vervulling, schat. Oh. Ik heb helemaal niks meer nodig. Alleen jou. Oh, wat lief. Lief ben ik, hè? Ja. En het is vandaag 1 januari, de eerste dag van het nieuwe jaar. Yay! Je hebt ontbijt gemist. Het is ondertussen al middag. Dus we gaan even lunchen, wat dan eigenlijk ons ontbijt is. Hij gaat nu vers ijs voor me maken. Het is vanille-ijs. Voornemens. Dus laat even in de comments hieronder weten wat jouw goede voornemens zijn. Die van mij zijn om meer vrije tijd te hebben. Ietsje meer dan afgelopen jaar in ieder geval. En wat meer op mijn gezondheid te letten. Dus meer sporten. Ik wil weer wat fitter worden. En nou gaan we dat niet zo doen zoals hier elke dag 1 à 2 keer sporten. Maar ik wil wel wat regelmatiger richting de gym. Dus dat ga ik eens even onderzoeken welke gym in de straat ik het lekkerst vind. Zodat ik lekker naartoe kan wandelen. Nou, we eten al relatief gezond. Dus daar hoef ik niks aan te veranderen. En al mijn zusjes, neefjes en nichtjes en ouders zie ik al genoeg. Dus dat is ook prima. En dat zijn eigenlijk voor mij wel de belangrijkste dingen. Mijn gezondheid en mijn familie. En Nick, wat zijn jouw goede voornemens? Misschien wordt het tijd om te stoppen met roken. Ja. Nee, helaas. Nee? Ergens dit jaar wel, maar ik vind het een beetje triest om dat op 1 januari te doen. Hoezo? Gewoon, je moet het doen als je er echt klaar mee bent. Ik ben er niet klaar mee. Oké, slecht excuus. Meer sporten. Dat heb ik in 2016 niet echt gedaan. Meneer wordt gebeld. Kunnen meeluisteren? Kan iemand India's? Kan je dit vertalen? Maar goed, het is meer, meer sporten. Ons nieuwe huis. Dat is echt dat we dat helemaal tip-top in orde, op tijd. En dat het super wordt. Dat is wel echt een... Is dat een voornemen eigenlijk? Nee, dat is meer een wishlist. Een to-do is dat meer. Wensenlijstje. Dus goede voornemens heb ik niet echt. Precies dat we moeten doen. Oké. Maar het is wel leuk. Ons huis. Dit wordt wel echt een leuk jaar, denk ik hoor. Ja, denk ik ook. Iets meer structuur. Een paar keer op vakantie, iets meer plannen. Dus niet 6 uur van tevoren. 6 uur van tevoren boeken en dan maar vertrekken. Dat is ook een goed voornemen. Beter dingen plannen van ons allebei. Want anders gaan we nooit op vakantie. Maar een week zoals nu. Dus eigenlijk net.
net iets te kort om helemaal tot rust te komen, vind ik. Toch? Ja. Lekker. Dat zijn dus onze goede voornemens. Ik heb er niet zo heel veel. Mocht jij nou betere goede voornemens hebben, of suggesties voor ons, voor wij, laat het me vooral weten in de reacties hieronder. Dit is dus wat er gebeurt als wij gaan winkelen. Zijn we weer horloges aan het kijken. Ik vind ze allebei heel erg mooi. Morning! Het is vandaag 2 januari en we hebben net ontbeten. En nu ga ik Nick even flink laten rennen in de gym. Bam! Ik zie een spierbal. Kijk, daar. Moet je goed kijken. Nu Nick eindelijk klaar is. Ik moet de hele tijd op hem wachten. Ja, ook voor het eerst. Gaan we lekker naar een beachclub van het Hyatt hier naast ons hotel. En ik heb Nick zijn shirt aan. Ja, Helft zit hierachter, maar het is van dezelfde keten als ook... Kom maar hier, hè! Het is ondertussen 4 januari en wij zouden vandaag vertrekken. Maar we hebben het zo naar ons zin dat we wat langer willen blijven. Maar het echte verhaal is dat Nick al 1,5 dag, bijna 2 dagen, mega ziek is. Voedselvergiftiging. Dus die houdt zich op in de kamer. En ik ben nu aan het proberen onze vlucht te verzetten. Want ik denk niet dat hij in staat is te vliegen. Dus ik ben nu eventjes de kamer aan het bijboeken. En dan de vlucht aan het wijzigen. En dan hopelijk kunnen we morgen of overmorgen naar huis. En je weet het, als mannen ziek zijn, dan zijn ze echt goed ziek. Eventjes langs de farmacie om Imodium, Buscopan en aspirine voor hem te halen. Dan blijft hij in ieder geval leven, dat scheelt. Nou, we zijn ondertussen heel wat uurtjes verder, maar Nick is weer op de been en we zijn aan het eten. Proberen. Hoe voel je je? Gaat. Oké. Okay. Nou, je ziet er in ieder geval goed uit. En het eten ook. We zijn bij Sontaya aan het eten. Een Thais restaurant hier van het resort. En het ziet er in ieder geval super lekker uit. Onze laatste dag, schat. Mm-hmm. Waarom heb je je sportkleding aan als je niet eens gaat sporten? Dat is een goede vraag, ja. Nee, ik wilde sporten, maar jij wilde niet. Ja, dag! Zo gaat het altijd. Echt niet, je bent al niet fit genoeg. Nee, klopt. Om met mij te gaan squashen, want ik maak je in. Grote mond, klein hartje. Bepakt en bezakt. Tijd om weer naar huis te gaan. Helaas. Wat was het hoogtepunt van deze vakantie voor jou? Dat ik ziek was. Dat was ook mijn hoogtepunt. Mega rustig was het. Jij lag gewoon op bed. Lekker slapen. Lekker te slapen. Lekker naar het toilet te gaan. Nee, dat was dus het dieptepunt. Ja. Maar het hoogtepunt. Dat ik jou aan het sporten gekregen. Ja. Voor nou. Kijken of het in Nederland doorgezet kan worden. Zo weinig vertrouwen heb je in mij. Oké. Okay. Ga ik juist sporten om jouw tegendeel te bewijzen. Nou, ik ben benieuwd. Good morning. Mijn eerste nachtje in mijn eigen bedje en het was echt zalig. En nu ga ik me klaarmaken om naar kantoor te gaan. En ik neem jullie uiteraard mee op mijn eerste officiële werkdag van het nieuwe jaar. Ready to go. Beetje een casual dagje, maar dat mag ook wel een keertje. En dit was hem weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe nog eventjes thumbs up of laat een reactie achter hieronder in de comments. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!